Ik ben wel eens bij een Baks geweest. Ik ben in die geweest in Amsterdam. Dat vond ik een hele kleine klotenwinkel. Ik ben een paar keer in Rotterdam geweest. De laatste keer kwam ik. De laatste keer was begin dit jaar, volgens mij. Toen speelde ik op een digitale piano van Yamaha. En toen begonnen er in één keer allemaal mensen om me heen te staan en mee te zingen en te doen. En te klappen, dat was wel leuk. Dat vond ik echt heel leuk. Dus ja. Alleen om de een of andere reden. Ja, kijk, die verkopers vinden dat niet zo heel leuk. Want ik werk er natuurlijk niet. Maar ik ga er wel op zitten spelen. En mensen vinden het wel leuk. Maar ja. Ik weet ook nog wel. Een hele tijd geleden was ik in Baks. Ook in Rotterdam. Toen zat ik op zo'n Roland digitale piano te spelen. En toen kwam er een oud vrouwtje naar me toe. Ze zegt, ik zit te twijfelen tussen de Medelli die daar en tussen de Roland van jij bespeelt. Dus ik die vrouw van alles uitgelegd over de twee, de verschillen, een beetje gespeeld. Haar laten zitten, laten spelen. En toen was het, ik haal er even een collega bij, want ik werk hier niet. En toen zat ze me aan te kijken. Ik zeg, nou ja, ik heb vrij veel ervaring met muziekinstrumenten. Ik heb in de muziekzaak gewerkt. Maar ik haal er even iemand bij. En toen liep ik naar diegene. Ik zeg, joh, mevrouw die wil een digitale piano. En ik heb al wat uitgelegd, maar ik werk hier niet. Dus het is niet aan mij verder. En toen werd hij boos. Ik zat hem echt aan te kijken. Ik zeg, waarom word je nou zo zagrijnig op mij? Hij zegt, ja, het is niet de bedoeling dat jij als klant onze klanten gaat helpen. Ik zeg, nee, maar als er nou niemand in de buurt is. En zij vraagt iets aan mij. Dan mag ik toch wel antwoord geven. Maar nee, dat willen ze niet. Nou ja, dan verkoop je niks, joh. Is ook goed, hè? Ik heb verstand van keyboards. Dus als er iemand naar me toe komt en die vraagt mij wat, of als ik iets overhoor en de verkoper loopt weg en ik weet dat het niet correct is, ik ga er gewoon heen en ik licht die mensen gewoon in. Interesseert me echt helemaal niks.